Dat is een aardige beweging. En de voorzet lijkt me ook niet zo slecht. Schiet die bal per ongeluk hard tegen de Russeler aan. Aardige versnelling hier. De voorzet is ook nog eens goed. Hunten, krijgt hij een kans? Ja, dat krijgt hij zeker. Torino Hunten en VVV leidt. Hunten. Ja, AZ staat nu dus virtueel tweede. Daar komt hij van Krooi. Daar is Leemans. Ook voor VVV is het al wel weer van een tijdje terug. Maar die hebben een prettige buffer. En hier een goed springende. Zeuntjens, Hunten. Behendig. Ja, rare actie. Onana slaat die bal. Ja, achter is iemand inderdaad. De bal wil iets te ver naar de buitenkant. Zeuntjens voor het doel. Van Krooi voor het doel. Hier is Van Krooi. Lekkere bal. Het is 2-1 via Hunten. Wat goed uitgespeeld. Zeuntjes die je meegeeft aan Hunten. Voordeel. Maar wat heb je eraan als je spits daar weg is? Ja, dan kun je wel wijzen dat het voordeel is, maar je spits is daar niet. Dus... Leemans. Even twijfel tussen T en Van Krooi. Maar Van Krooi geeft voorrang aan zijn Duitse medespeler. Hunten. Leemans. Hunten. T. T. Van richting verandert ook nog geraakt onderweg, denk ik. T scoort. Castro. Achterin bij geblesseerde verdedigers, maar hij dus weer inmiddels beschikbaar voor Stegeman. Hunten. En Castro, dat loopt maar net goed. En Hunten nog steeds. Torino Hunten. Krijgt die bal daar aardig voor. Als ze dan ook in te brengen. Hunten bracht hij al voor rust. Die heeft niet veel goeds gedaan. Maar ja, hoeft ook maar één keer, hè? Zoals hier. Is natuurlijk ook wel het simpele feit dat ze hun twee clubtopscorers missen. En is voorlopig VVV weer weg. Achterwege. Hunten. Ah, geweldige knal van 10.